Yo mensen van mijn kanaal en natuurlijk ook van het kanaal van Gonzi Games, oftewel Laurens, oftewel Gonzalio. Wij zijn hier weer met een nieuwe Dual Survival en we gaan gewoon weer verder waar we gebleven zijn. We hebben natuurlijk wel eventjes een paar dingetjes aangepast. We hebben het huis eventjes afgemaakt. Ik heb eventjes zelf Iron Tools gemaakt en jou ook Iron Tools gegeven van de Iron die wij hadden. En ik heb hier weer eventjes wat vlees gekookt, allemaal helemaal nice. Dan geef ik jou ook weer een beetje vlees. Yay! En dan ga ik meteen de mine in, want ik bedoel, ja, die moet ik wel exploren. En ik ben echt benieuwd wat er allemaal zit, want ik bedoel, ja, iron en zo, dat hebben we best wel nodig. Ik ga met je mee, gezellig. Ja, je gaat gewoon lekker gezellig met me mee. Oké, helemaal super, dan gaan wij met z'n tweeën lekker de mine in. Dan zul je ook meteen zien hoe groot die is. Eerst dacht ik dat het een hele kleine grot was, omdat ik hier kwam. Ja. Waar ben jij? Ik kom eraan. Jij komt eraan. Het is weer eens zover. Jij komt eraan, het is de hoogste tijd. Oh, je moest naar links trouwens, volgens mij. Volgens mij ging jij naar rechts in je eigen mine. En ik was daar naar links afgeslagen. Oh, hier naartoe. Ja, hier naartoe. Okay. Ja, nou ja, ik denk van ga gezamenlijk met jou in een grot. Ja. Kijk, eerst groef ik hier naar beneden. Ja. Yeah. En toen dacht ik van, oh, hier houdt het op, want hier heb je in één keer gravel. Maar dan ga je op de gravel en dan ga je over de gravel. En dan heb je in één keer zoiets van, hallo. En dan heb je in één keer zoiets van, wow. Oké, dit is een beste grot, toch? Ik kom eraan. Oh, je bent er nog niet eens? Slechte nee, zaak. Nee, het is lang geleden dat ik een grote grot heb bekomen. Oké. Nou, en dit is hem dus. En deze kant gaat het op. Ik zal eventjes al deze kool gaan verzamelen. En de andere kant gaat het ook nog op. En daar is lava dus. Dat moeten we zo meteen eventjes weghalen en zo. En dan zien we het allemaal wel. En hopelijk vinden we dan dia. Want we zitten nu op 19 hoog. Dus hopelijk gaat de cave nog ietsjes lager. Vast wel. Het zal wel goed komen. Zodat we... Oeh, ik heb ook weer iron. Nice. Ik zie gold. Gold diggers. Gold diggers. Oh yeah. Ja, dat is redelijk nice. Yep. En ik heb ook weer wat iron. Ik heb weer wat coal. Eventjes een torch ophangen. Anders dan zie ik er echt geen ene flikker van. En dan zien jullie er natuurlijk ook geen flikker van. Oh, fire spread staat in ieder geval aan. Fire spread staat aan in de server. Oké. Moeten we dus wel mee omdenken. Ja, inderdaad. Ja. Eens kijken, waar ben jij? Oh, ja, dat hout is nu inderdaad al aan het verbranden en zo. Kunnen we niet gewoon... Ah, nee! 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 Doei van wel, wereld, ik ga jullie missen. Oh, nee. Wat doe je, Laurens? Ik doe niks, Chima. Goddammit. Kun je slash back doen? Ik kan als het goed is, kan ik slash back. Maar ja, dan kun je eerst weer naar de multiplayer settings. En dan jongens. Chat weer aanzetten. En dan moet ik zetten. Nee, ik had er weer een beetje last van lag spikes. Ja, dan kan je wel eens ernaast springen. Hè? En daarom heb ik altijd lava buckets bij me. Ik bedoel water buckets. Ik heb er net ook meteen eentje gemaakt van 3 iron die we over hadden. Gewoon meteen een water bucket. Gewoon meteen van ja, als we de mine ingaan en we komen lava tegen. Maar jij bent er dus weer? Ik ben er weer en ik... Wat misschien wel tactisch is, dat is als we bijvoorbeeld diamanten vinden en zo, dat ik die weghak. Omdat ik nu level 10 ben en dan ben ik misschien eerder level 30 en dan kunnen we misschien eerder enchanten. Moeten we natuurlijk wel boeken en zo vinden. Ja, dat is geen probleem. Dat kunnen we zo fixen. Maar we hebben koeien lopen, dus we kunnen sowieso aan, hoe heet het, komen. We kunnen sowieso aan... Ladder. Aan ladder komen, inderdaad. En we hebben sugar canes, dus die kunnen we ook een beetje uitbreiden en zo. Ja, klopt. Kunnen we allemaal fixen, dat is geen probleem. Ik jat je redstone. No! Ik steal het. Even kijken. Het is best wel redelijk wat redstone. Ik vind dit wel een onstuimige grot, hoor. Onstuimig? Ja, aan de ene kant is het nat, dan aan de andere kant is het weer heet. Ja. Ik bedoel... Oh. Nee. Goed zeg. Wacht maar eventjes. Ik ga wel eventjes omhoog. Hallo. Hoppatee, en ik heb hem afgesloten. En ik zie alweer redelijk wat iron daar zo, dus dat is wel redelijk chill. Nice. Even wachten tot de lava weg is. Ik heb geen zin om te wachten. Dus je pist er even overheen. Ja, dat doe ik. Dat doe ik helemaal happy. Helemaal happy eroverheen. Hoe zou dat nou voelen, hé, als je nou in de lava gaat pissen? Volgens mij een branderig gevoel. Best wel, hè? Ik heb geen idee. Holy shit, we hebben hier veel iron trouwens. Dit is echt ziek veel iron. Volgens mij echt een stuk of 10 blokjes. Of wauw, 12 als ik het zo bekijk. En nog gold erachter. Volgens mij was dit zo'n dubbele.
Laat maar zeggen dat als je... Tenminste, dat waren twee van die iron sources, of hoe noem je dat? Nice. Ja, meestal zijn het een stuk of 4 of 5, maar meestal als het dubbel is, ja, dan kan je wel tot 10 tot 12 kan je dan wel vinden namelijk. Ja, inderdaad. Dat is wel redelijk gunstig. Oh, ik heb hier ook weer iron. Oh, nice. Ik heb hier ook iron. Dus kijk, daar is in ieder geval een setje. Daarom hou ik gewoon van caves. Ik bedoel... Je houdt gewoon van grotten. Ja, ik hou van grotten. Het is echt super ideaal, want je vindt alles wel redelijk snel. En je kan overal gewoon heel snel langs scannen van is er iets bruikbaars of niet. En ik ga eventjes hier zo kijken, want volgens mij hadden we ook nog plekken waar we omhoog konden in de cave. Ja, een cave, ja. Meestal gaat het heel ver omhoog. Ik word beschoten, dat is niet heel erg chill. Hij zet me vast, kun je me helpen? Oh jongens, ga dood alsjeblieft. Ik heb hem. Oeh, dat was echt lucky. Ik moet echt even eten en mijn health regenereren. Oh my god. En dan ga ik eventjes een beetje naar boven minen. Even kijken of dat ik... Ciao. Ik heb heel veel iron. Ik heb nou 9 iron bij me. Oké. En ik heb hier een skeleton dood. Ik heb 21 iron bij me. 21? Yep. Nice. Ik heb echt redelijk veel gevonden. In ieder geval eventjes kijken, want hier zie ik coal. En coal, dat is nu natuurlijk nog heel erg nuttig om te hebben en mee te nemen. Altijd? Ja, altijd. Al ben ik soms een beetje lui met het weghakken als ik, laat maar zeggen, gewoon wat verder ben in de survival. Dan heb ik meestal zoiets van, ja, weet je, ik heb het al. Dus ik kan beter gewoon doorscannen naar diamant of doorscannen naar iron of iets. True. En ik zie nog meer iron, dus ik ga omhoog. En ik zie een enderman en ik zie hier ook allemaal iron en zo. Want ik ben hier eventjes naar een hoger gedeelte gegaan in de grot. Ik ben ook al bezig. Ik ben omhoog aan het klimmen. Aan het bouwen. Dan wordt dit echt een mine aflevering. Dat we gewoon eventjes... Het hoort erbij, hè? Het is survival. Mine hoort het is survival. Het hoort erbij. Gewoon al die goederen gewoon verzamelen en zo. En wat is nou mooier dan dat de kijkers zien dat wij gezamenlijk in een grot zitten? Ja, in een mooie vochtige grot. Nee, daar gaan we weer op die tour. Moeten we maar niet doen. Zo... Even kijken hoor, want ik ben benieuwd. Volgens mij gaat deze cave best wel redelijk ver. Hier zit ik in ieder geval boven dat gedeelte. Oké, daar zie ik allemaal iron. Hier zie ik een enderman, die ga ik eventjes lekker met rust laten. Gewoon slaan. Ja. Waar is hij? Nog niet. Nee, dat doe ik nog niet als ik geen armor heb. En holy shit, deze cave gaat tot hier en daar houdt hij op. Oké, jammer. Ik heb wel weer wat iron gevonden namelijk. Dat is wel weer... Oh. Oh my god. Nice. Ik ga iets doen. Wat dan? Ik ga knuffelen met 2 creepers. Come on! Ah. Ja, damage staat toch uit. Ja, daarom. Ga knuffelen. Dan is het wel redelijk chill. En ik blijf maar iron vinden. Het is echt mijn lucky day, denk ik. Even kijken. Weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon random ergens naar beneden. Oh, nee! Nee! Zombie villager. Dead! Kill. Oh. Ja, die wil ik later ook gaan verzamelen, zombie villagers. Dat ze daarmee kunnen handelen. Dat is ook wel een keertje interessant om te doen. Kunnen we zo fixen hoor, geen probleem. Ja, alleen dan moeten we wel gewoon genoeg goud hebben voor golden apples en zo. Ja, maar dat kan je en zo voor vinden. Potions. Maar dat regelt wel. Oké, ik zit in een nieuwe laag van de grot. Ja? En ik ga dood. Ik ga dood. Oh my god, ik ga... Ah! Waar ben je? Oké. Je kan slashback doen toch weer? Ja. Oh my god, dat is niet best. Nee, ik val naar beneden en dan zie ik een zombie voor mijn neus en die valt mij weer aan. Oh, dat is en echt ik niet en ik chill. Ik zie niks meer. Nee, niet... Ah! Oh my god, dat is niet normaal. Ik kom eraan, want volgens mij zag ik je naam. Ben je weer dood gegaan dan? Ja, ik spawn, ben dood. Ik lijk hem een beetje, ik zie niks in die donkere grot. Hey, je bent hier naar beneden gevallen. Oké. Ik kom eraan. Ik kom naar beneden gemind. Ik sla hem gewoon die opschep. Kom op. What the fuck, ik lijk hem. Kan ik hier op een normale manier ergens naar beneden komen? Want ik bedoel, iedere keer dan hak ik een of ander onderste blokje weg. Hij is dood. Nice. Kijk, als je hier bent, ja daar ja. Hier zitten weer allemaal iron en dat soort dingen. Ja, nice. Alleen ik moet eventjes een trappetje naar beneden graven, want anders kom ik er echt niet. Zo, dit is een heel mooi nieuw gedeelte van de cave, of niet? Ja, dit is super nice. Ik zie ook alweer redstone en ik zie zombies. En ik zie lapis. Lapis, lazuli. Oh, wauw, deze grot die gaat echt ver. Ja, nice. Ik zie hier allemaal redstone en zo. En ik zie hier iron, dat ga ik eventjes weghakken. Jij hebt toch ook een iron pickaxe, toch? Yep. Oké, nice. Wat we misschien eventjes kunnen doen, dat is dat ik hier eventjes mijn furnace neerzet. Dan vul ik die eventjes met iron. En dan pak ik dat zo meteen weer en dan kunnen we weer nieuwe tools maken, want dan kunnen we hier gewoon blijven, laat maar zeggen.
lijkt me wel makkelijk, ja. Ik ga hier in ieder geval even alles verzamelen, hoor. Van redstone, van coal. Iron. Wauw, er is echt veel hier. En welke hoogte zitten we? We zitten nu op hoogte 14, dus we kunnen dia tegenkomen. En dat zou super chill zijn als we dia aan het oppervlak vinden. Dat zou super tof zijn. Yep, want dan hebben we echt al gewoon in de tweede aflevering diamant. En dat is volgens mij best wel heel erg redelijk freaking chill. Ja, sowieso. En als het gelijk heel veel is, dat zou mooi zijn. Zolang we eerst maar een axe hebben. Pickaxe. Yes. Wow. Oeh, ik kom hier ook weer goud tegen. Hé, hey, hier ligt ook allemaal goud. Ik wil in een creeper met mij knuffelen. Lapis lazuli. Ciao. Gold digger. Yes. Oh, en ik zie weer een gedeelte boven deze cave. Ik zie een gedeelte onder deze cave. Really? Ja. Wauw. Oké, ik ga eventjes erboven kijken. Oh, eventjes het trappetje daar naar boven creëren. Ik ga eerst even eten, want neem even een appeltje ding. Nee, ik neem een steak. Ik denk dat ik een appeltje in bewaar voor golden heb. Oké, slim. Oh, wauw, ja, hier hebben we echt weer een compleet nieuw gedeelte van een cave. Wauw, deze grot is echt gigantisch. Ja, hier kunnen we wel een keer goed stripminen. Ja, natuurlijk buiten de aflevering, want anders denken mensen, ze zijn alleen maar aan het minen. Ja, ik zie echt op zoveel verschillende plekken iron en zo. Ik heb ook weer gold. Je bent een gold digger. Ik heb ook trouwens weer gold. Ik heb nu 13 gold bij me. Ik heb nou 9 en ik zie nou nog 4 blokjes. Nice, dan kunnen we sowieso weer bijna 3 golden apples maken, tenminste, ja. Ja, dan moeten we nog steeds dingen hebben, potions we maken, ja. Dus we moeten sowieso een keer de nether in. Inderdaad, maar dat komt goed, dat gaan we echt wel een keertje doen, hoor. Ja, op zoek naar dungeons, naar Blaze rods. Nether fortressen, voor blaze rods en dat soort dingen. Fortress. Inderdaad, alles. Dan gaan we toch, ik heb hier lava gevonden. Oh. Dus sowieso een resource voor obsidian hebben we hier in ieder geval ook. Nice. Nee. Wat? Ga weg, vier klapjes. Kom hier, kreng. Wauw, deze cave is zo gigantisch. Oké, wie gaat als eerst dia vinden? Ja, echt hè? Ik loop ook echt gewoon rond te scannen eerst. En dan ga ik eventjes iets terug en dan ga ik de iron minen die ik zag. Volgens mij komen we deze aflevering al echt terug met heel veel iron. Dat we allebei al echt iron armor kunnen maken. Yay. Dat we gewoon volle iron tools hebben. Ik heb alleen geen... ik zal even wat nieuwe toortjes maken. Ja, dat is misschien wel handig. Cool. Heb ik weer een stack toortjes erbij. En ik heb weer gold. Nice, ik heb weer iron. En heel veel meer gold. Zo. Wat gaan wij Het is wel echt... We gaan enchantment dingen maken. Yep. Nou, sowieso hebben we het ook nodig straks om paarden te fokken. Hebben we van die golden apples nodig. Dus inderdaad. Die worden gefokt met... Ja. Maar daar hebben we weer nuggets voor nodig. Dus... Even kijken. Oké. Ga ik de gok wagen? Ja. Goeie. Doe het gewoon. I will survive. Nou, ik ga eventjes terug naar het gedeelte hieronder. Even kijken waar ik hier was gebleven. Want als het goed is, staat hier mijn furnace. Jawel. Stop ik nog eventjes wat iron bij. Oh my god. Ik lag een beetje, dan hoop ik alleen dat ik in de lava zo meteen val. Nee, valt mee. Dat zou heel erg jammer zijn. Oké, ik ga even verder met mijn stone pickaxe hakken, want als ik straks dia tegenkom en mijn iron pickaxe is kapot, dat zou niet leuk zijn. Oh, ik kan je ook iron geven hoor, want ik bedoel, ik ben hier alweer bezig met allemaal iron om te smelten en zo. Even kijken. Nog meer iron. Deze cave is echt zo gunstig. Weer aangevallen door kut skeleton sterf meer iron. Ja, we hebben sowieso straks een full setje. Yup. Oh, dat weet ik wel zeker. Even kijken hoor, hier ga ik eventjes de lava oplossen. Misschien ga ik aan het wagen om hier omhoog te gaan. Oké, dit is op 12 hoog, dus hier, dit is een mogelijkheid om dia te vinden. Oh nee, kut, nee. Ga je dood? Nee, ik sprong in het water en was wel resource die naar beneden gaat. En dat wijst een beetje naar de lava toe. Dus ik denk dat ik hier wel in veilig zit, hoop ik. Oh my god. Zelfs een plakje. Ik loop hier wel op een lekker gebiedje. Ik sta nu op obsidian. Ik zit nu op 12.
Ik ook. Maar ik moet zo meteen even terug om pickaxes te maken. Maar het is wel een gebiedje waar we goed dia kunnen vinden. Want meestal bij zo'n lava-oppervlak zit het echt wel aan de zijkant. Klopt, ja. Het zit altijd bij lava. Of tenminste altijd. Het zit heel vaak wel in grot en dat soort dingen. Je vindt het ook heel vaak in mineshafts. Yup, yup. Ik ga wel eventjes terug nu om pickaxes te maken. Hoeveel dan, iron heb je nou dan? In de oven zit echt al een stack. Oké, ik heb bijna een stack bij me. Nice. Waar was de oven hier? Ja, hier was de oven. Zo. Ik doe even slash Simon. Oh nee, dat kan nu eventjes niet. Want mijn chat staat uit. Ik ga eventjes wat pickaxes maken. Als jij nou eens even wat pickaxes gaat maken, hè? Ja, ga je dat iedere keer zeggen dat ik iets ga maken? Nee. Zou ik ook al meteen armor maken? Als jij nou eens even armor gaat maken, hè? Ja, sorry, nou vroeg je erom. Ja, best wel, hè? Even kijken. Wat voor stuimige grot is dit? Hallo? Hallo? Shirin? En ik heb full iron armor. Nice. Top. Echt waar. Blitz. Waar ben jij? Ik zit nou kool te hakken. Oké, nou dan zie ik jou straks wel ergens. Ik ga voor nu in ieder geval weer eventjes verder met minen. Ik ook. Gewoon lekker alles verzamelen. Ik laat nu wel eventjes het kool en zo allemaal liggen hoor, want... Oh, hier ligt gewoon een random stick. Ik heb hier nog allemaal redstone. Ik ga hier eventjes kijken hoor, want... Hier heb je echt een heel groot obsidian oppervlakte. Het zou zomaar kunnen dat we daar wat dia vinden ofzo. Zo. En dat zou best wel heel erg chill zijn. Ja, 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 sowieso. Het zou mooi zijn als we nou dia zouden vinden. Oké, kom op. Dit lukt het. Je kan het. Kom op, het is maar een kleine waterval omhoog. Nee. Ja, en ik haal het. Nadeel als je even wat lag hebt. Er zit hier zoveel iron in de grond, hè? Ik heb ook al hier weer. Nou, iron valt me af, dat vind je heel veel. Behalve in extreme biomes, dan kom je het vrij weinig tegen. Ja, maar ik vind het echt heel veel nu. En dat is echt niet normaal. Het is alleen maar mooi. Zo. Ja, dat sowieso, maar... Ik ga hier even een furnace neerzetten nou. Ik ga even smelten. Ik heb nou ondertussen bijna een stack iron bij me. Ik hou van mijn bucket. Ja. Hoor je er zoveel van? Ja. It's you and your bucket. My bucket. Oké, even kijken. Kijk, crafting table. Hop. Ga een furnace maken. Want ik moet wel zorgen dat ik ten alle tijde een weg omhoog heb voor als het verkeerd gaat. Ja, en anders ga je dood en dan kom je bij de spawn terecht en doe je slash back en is het ook opgelost. Ja, maar dat wil ik liever niet, want dan ben ik ook heel veel goede tools kwijt en zo. Ja, zo. Even hier doorminen. Oh, dit was het al, ja. Gewoon echt geen dia. Dat meen je niet. Jammer. Maar we hebben nog veel meer grot om te verkennen. Sowieso, we zijn echte grottenverkenners. Yup. Even kijken. Oh, daar loop jij. Oh, je hebt hier die dingen geplaatst. Ja. Oké. Maar ik vind het wel een mooi moment om de aflevering af te sluiten eigenlijk. Zullen we dat doen? Ja, dan ga ik eventjes terug naar mijn... als je mij volgt. Ja, maar dan moet ik mijn... Ja, dat kun je allemaal meenemen dan. Als we alles gewoon meenemen nu naar buiten. Dan komen hier vast nog wel een keertje terug. Ja. Neem ik aan. Dan ga ik voor jou eventjes wat armor maken. Dan neem ik alles mee. Crafting table laat ik wel staan. Kijk, als we eens weer hier langs gaan. Dan ben je volgens mij. Naar links. Ga dood. Wat hebben de beesten nou met mij, man? Maar ik moet zeggen, dit is echt goed. Oké, wacht. Dan zal ik dit eventjes aan jou geven. Ik heb nog geen chestplate, maar die kan je maken. En ik heb hier nog twee iron pickaxes. Nice! En ik combineer deze pickaxen eventjes voor mij. Zie ik er Gucci uit of zie ik er Gucci uit? Ja, je ziet er echt heel Gucci uit. Sowieso. Maar dan neem ik dit allemaal mee. En dan zou ik zeggen, laten wij weer eventjes onze weg naar boven gaan maken. Denk ik toch? Weet jij nog waar we langs moeten dan? Ja. Boven toch?
Ja. Had jij alles meegenomen wat, ja. Wat er was? Ja. Wat jij had eventueel? Ja. Dan gaan we eventjes naar boven even inventariseren en dan zien we het wel. Even kijken. Langs deze weg was het hier omhoog? Nee, het was hier bij deze watervaldinges omhoog. Of niet? I will follow you. I follow. Oh, ik nam een geïmproviseerde weg. Maakt niet uit. Zolang we er zo meteen maar zijn. Inderdaad. We komen er wel. Hoppatee, we moeten hier wel eventjes een keer sters gaan maken. Maar ik denk dat dit best een mooie plek zou zijn om, om een stripmine te maken. Want ik bedoel, we zitten gewoon in een heel chill gebied. En jij bent echt, jij loopt echt zo ver achter nu. Ja, maar ja, ik heb weer een beetje last van lek, hè. Ja, dat is irritant. Ik denk dat het aan internet ligt of zo, ik weet niet. Ik weet het niet, ik weet het niet. We moeten even kijken hoe we dat gaan oplossen. Maar ik ben in ieder geval alweer boven momenteel. Okay. En het is dag, dus dat is ook wel redelijk gunstig. Maar moest ik hier langs als ik het goed heb en dan kan ik hier omhoog. Ja. En dan stop ik hier eventjes alles in de ovens. Zo. Ik heb ook gewoon nog mijn chat aanstaan. Hè? Ja? Die mensen hier wel zien dat wij op die server zitten. Inderdaad. Eens kijken, ik heb hier heel veel cobblestone. Ik heb hier lapis. Ik heb hier redstone. Ik heb hier wat iron. En ik had hier nog meer kool toevallig. Oké. Ja. Dit stop ik hier zo. En dan is mijn inventory weer leeg. En dan hebben we... Kun je het wel op maar niet groeien, hè? Nee, dat schiet echt niet op. Ik zal even kijken trouwens. Ik zal eventjes die bones meenemen. Die bones kan ik gewoon boommeel van maken, toch? Jawel. Zal ik even kijken of we al wat brood kunnen bakken? Ik heb hier eigenlijk zo'n ding met goud. En dan klap ik hier nog even 20 goud bij in. Hartstikke idee. Ik heb wel allemaal botjes trouwens. Ja, ik dus ook. Dus ik ben hier als een malle dat wheat aan het laten groeien. Ben je aan het bevruchten? Ja. Het zaad aan het bevruchten. Oh yeah. Zo, en dan hebben we weer meer zaad wat wij kunnen planten. Echt redelijk veel zaad. Oké. Ja, en ik heb 9 wheat, dus daar kunnen we 3 broodjes van maken. Laat ik dat maar ook Nee. Ik zou het niet doen. Nee? Koeien? Nee, even waren voor de koeien. Ja. Zometeen wat koeien gelokken. Of misschien leuk is voor de volgende aflevering dat we met een beginfarm beginnen. Ja, goeie. Dan gaan we dat de volgende keer doen. Wheat, dat zit in de chest. Iron en gold ingots heb ik ook weer. Dan zou ik zeggen, jongens, bedankt voor het kijken. Laat een duimpje omhoog achter als jullie ervan genoten hebben. En natuurlijk een reactie met wat jullie precies willen zien dat wij gaan doen. En wat jullie allemaal gewoon willen zien in deze serie. Dan, dan komt dat helemaal goed. Wil jij nog wat zeggen? Ja, nou ja, uitdaging mag natuurlijk ook altijd. Hè, van vind binnen zoveel keer zoveel dia bijvoorbeeld. Of in die aflevering spring van de hoogste berg af, ik noem maar wat. Inderdaad, laat dat allemaal gewoon achter. Dan komt het allemaal wel goed en dan gaan we daar allemaal naar kijken. Al lijkt het me niet verstandig om van de hoogste berg af te springen. Dat lijkt me een beetje... Nee, maar laat ik jou het doen, hè? Oh, dan laat je mij het ook doen. Oké, dankjewel. Maar ik zeg jongens, bedankt voor het kijken. Willen jullie op deze server spelen? Het IP staat in de beschrijving. En check natuurlijk het kanaal van Laurens, oftewel Gonzalio, oftewel Gonzi Games. Die staat allemaal in de beschrijving. En ja. dan komt dat helemaal goed. En dan zeg ik bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En nieuws. Later.